Ik zeg, ik heb je pakketje. Ga maar openmaken. En ik ga wat heel leuks laten zien bij deze outfit. Maar dan moet ik eerst naar beneden. We zitten in de auto. En we gaan ergens naartoe. En ik heb Sarah lekker nog niet verteld. Mama, we gaan naartoe. Waar naartoe gaan? Zal ik het je dan toch vertellen? Ja. Wil je het toch weten? Ja. Geen verrassing? Ik ben soms echt super lui. Goedemorgen, het is zondag en ik begin de dag met Sarah met een potje love letters, want dat hadden we afgesproken. In ieder geval, we doen even een paar snelle rondes en het gaat ook heel snel. En dit wordt de laatste. Je vindt je armband zo leuk, hè? Ja. Oké, gaan we kijken. Oh, duelleren. Nou, een hele korte ronde. Ik heb gewonnen. Zullen we nog één keer? Ja, ik ook, ja. Ja, ik ook twee keer waarom. We hebben elke keer echt de rondes dat je 1-2 handjes speelt. Nou kan je geloof maar max iets van 10 handjes spelen of zo. Ik weet echt niet hoeveel stellen. Iets van 20. Maar ze gaan wel heel snel elke keer nu, hè? Nee, ik ja, klopt. Dan had je echt de hele hand moeten draaien, maar maakt niet uit. Ben jij een prins? Nee, ik wist altijd niet. Dat kan niet duelleren met je. Nee, je bent beschermd. En nu ben je niet meer beschermd. Wat zeg je? Ben jij daar gaat in? Nee, dat ben ik niet. Ben jij de prins? Dat is niet echt goed schoon, hoor. Ben jij de prinses? Nee. Leg jij hem af? Deze leg ik af. Oh, jij mag niet kijken. Nee, ik heb niet gezien. Ik had het door, toen keek ik net met mijn ogen omhoog. Leg jij hem af? Ben jij de koning? Ja! En anders had ik deze voor de tweede keer gehad. Ja. Oeh, en het kamermeisje was weg. We hebben wel even vaak gewonnen, dat is wel leuk. Hey, ja, prima. Goed gespeeld. Nee, ik wil je hand. Wil je hand? Nee. Ik zeg, ik heb je pakketje. Ga maar openmaken. Spannend of die leuk is. Nee. Stop, kijk. Nee, hier. Oh, ja, ik zie het. Zit zo'n dingetje, ja. En ik trekken. Aan één kant, gewoon trekken. Spierballen. Oeh. Oh, mijn koptelefoon. Nee. Nou, laat hem eens zien. Laat hem eens zien. Oeh. Kijk, ik ga hem openmaken. Even voorzichtig, want als die niet goed is, moet ik hem kunnen terugsturen. Want je moet hem passen. Dat je de doos niet sloopt. Oeh, kijk dan. Hij is wel heel cool. Voorzichtig. Ik denk wel dat hij goed is, maar je weet het niet. En dan moet je hem netjes in de originele verpakking kunnen opsturen. Oeh, draai je hoofd eens zo. Nee, langzaam, dat ik de oortjes kan zien. Kijk, hij is met rainbows en unicorns. Alleen zit hij een beetje strakker. Ja, maar we en kunnen duwen. We kunnen de maat nog instellen. Kijk, zo kan je hem. Doe hem nu eens op. Dat kan aan beide kanten. Nog steeds. Ja, maar je kan hem aan twee kanten. Mama, hij zit zo goed gedraaid. Je hoeft niet zo te gillen. Dat mama. Lijkt. Nee, mama. We gaan hem even goed doen. Ik heb me gedoucht en aangekleed. Ik heb deze trui aan van Warehouse. Rokje America Today. Panty, maillot, Hema, laarsjes, Vagabond. En ik heb mijn Swarovski oorbelletjes in. En ik ga wat heel leuks laten zien bij deze outfit. Maar dan moet ik eerst naar beneden. Sarah is aan het dansen, maar kijk wat Sarah aan heeft. Een zwart shirtje, het rokje en een maillot. Yay! Je doet het goed. We zitten in de auto en we gaan ergens naartoe en ik heb Sarah lekker nog niet verteld. Mama, we gaan naartoe. Waar naartoe gaan? Zal ik het je dan toch vertellen? Ja. Wil je het toch weten? Ja. Geen verrassing? Geen verrassing. We gaan naar oma. Even een bakkie doen. Ja, ik had het zo vermoeden. Ja, leuk hè? Ben je blij? Ja. Nou, alleen leuk. Ben ik niet blij dat ik niet weet waar we heen zijn.
Oh, dat weet ik wel. In de schelp in de badkamer. Grapje, ik wist het wel. Oh, dus ik heb mezelf neergezet. Daarom hebben we die schelpjes overal, hè? Op plekken waar we onze sieraden afdoen, dat je ze er even in kan leggen. Ja, zoals als je een grap naar het kamer rijdt en dan heb je vet handmoetjes aan, wassen. Ja. En dan kunnen je sieraden weggaan. Die is even los. Ja, ik heb het ook vooral met deze. Dan gaat het er heel erg tussen. En dan moet ik heel die ring, dan ben ik weet ik veel hoe lang bezig om schoon te maken. Dus dan doe ik mijn ringen altijd even af. Verder hou ik ze eigenlijk altijd met alles wel om. Ja, en ik doe ook met zwemlessen af. Ja, dat weet ik. Ja, want ik ben met zo bang. Met gym doe je ze af. Ja, en ik ben echt zo bang als ik aan het zwemmen ben dat ze dan eraf gaan glijden. Ja, maar goed. Wat wilde ik zeggen? Maar heb je ze nu alweer dan? Nee, dan liggen ze thuis in de schelp. Ik heb lekker koek bij de thee. Nee. Ik ben weer thuis. Oh, mag even mijn jas uit. Oh, en ik heb allemaal weer dingetjes meegekregen. Niet echt hele bijzondere dingen, maar wel dingen. Eén ding waar ik heel blij mee ben. En dat is deze. Die heeft opa voor me meegenomen. En deze is van mijn moeder bij mij gekomen. En die vinden we altijd lekker. Die komt van de Lidl af. En allemaal knikkers voor Sarah. Bakje weer terug. En van mijn broertje kreeg ik nog allemaal koffies en zo. Dus dat ga ik ook maar even opruimen. Alleen wat dit dan is. Geen idee. Nou, dat moet ik even uitzoeken. Dus ik ga dit even allemaal opruimen en een plekje geven. En ook helemaal blij. Ik heb de beschuitjes gelijk in een nieuwe beschuitbus. Dat vind ik helemaal leuk. Zonder dat het nieuw is. Marcus was laat thuis, dus ik ga met Sarah eten. Maar we hadden vanochtend al soep gemaakt. Dat heeft papa dus, gemaakt. Ja, papa heeft hem gemaakt. Ik heb het klaargezet en je vader heeft hem gemaakt. Dus we gaan gewoon lekker even op de bank een bakkie flinke soep eten. Dat is een rare zin. Een flinke bak soep, ja, ik had het al door. Mama wil altijd zoveel dingen tegelijk zeggen en dan wordt het een soort rare tussenvorm. Netflix. Dus we gaan lekker even klie kijken op de bank, soep eten. Waar gaat het de bank? Belin gaat familie. Oh, je de Belin gaat verder kijken. Ja. Dan kan YouTube. Oh. Dan moet je weer. Maar naar de tv, ik weet het. Ja. YouTube. Oh, YouTube. Hij reageerde nog niet. Ik had even niet door dat hij op Netflix stond. Ja, we gingen de verhuisserie kijken, hè, samen. Ja. Gaan we dat doen? Gezellig. Sarah die gaat douchen. En meestal, als zij dan bezig is, ga ik haar kleertjes klaarleggen. Sorry, een beetje tegenlicht. Maar Sarah, de lamp is eruit. Want Sarah, de lamp, dat lokt haar te veel uit om niet te gaan slapen. Terwijl het natuurlijk de bedoeling is om wel te gaan slapen als ze op bed ligt. Dus we hebben hier even geen licht nu tijdelijk. Maar ik ga dus haar kleren pakken. Pak ik alles en dan leg ik het eigenlijk altijd op de bureaustoel klaar. Dus ik heb ondergoed, majootje en ik leg voor morgen denk ik deze hier klaar. Wat jullie nu niet zien, maar dat zien jullie dan wel morgen. En dan ga ik ook even de strijk doen. Daardoor ben ik elke dag. Dus heb ik mijn momentje om te strijken. Hey. Ben je aan het klaarmaken nog? Ja. Ga ik even de lege hangertjes, dit hebben we hier een plek waar we die altijd hangen. En die neem ik dan mee en dan ga ik strijken. We komen hangers tekort. Dus ik kan elke dag deze hangers vol strijken en alles strijken wat niet op een hanger moet. Hey. Ik ben soms echt super lui met schoonmaken. Ik val lui. Ik laat liever mijn vaatwasser schoonmaken. Dat is echt heel erg. Dus ik ben het in etappes mijn koelkast aan doen en elke keer een plaat in de vaatwasser aan het zetten. Want dan hoef ik ze niet met de hand te doen. Maar moet ik ook zeggen dat deze echt heel rot schoonmaken met de hand. Het zit allemaal van die randjes in en zo. En de vaatwasser spoelt dat gewoon schoon. Dus, maar ja. Dus ik ben nog steeds bezig met de koelkast. Maar langzaam komen we er. En ik denk dat ik nou gewoon eigenlijk tussendoor gewoon platen. Als ik denk hij moet aan. Maar beneden is net helemaal vol dat ik dan gewoon die platen tussendoor erin ga doen. En dat ik hem dan eigenlijk geen hele grote beurt in één keer meegeef, maar hem gewoon constant zo bijhouden. Ik denk dat ik dat een beter plan vind. Ik heb de vaatwasser net leeggeruimd en alvast wat nieuwe dingetjes erin gezet. En daar gaat dan ook de nieuwe glasplaat, die er nu veel viezer uitziet dan dat die is, maar is helemaal op slag omdat hij uitkomt.
En hier zat ook het belegbakje bij. Die zet ik ook gelijk in de vaatwasser. Oh, ik film lekker recht. Dus dat gaat dan de volgende beurt mee. Gelijk ook Sarah's pakje klaargemaakt voor morgen. Dus ik ben er klaar voor. Tas staat ook al ingepakt klaar. Ik vergeet wel elke keer deze te versieren. Nu staan mijn takken er. Dat was een heel verhaal, maar dat heb ik volgens mij niet verteld. Elke keer dat ik het vergat of weet ik veel. Maar nu zijn ze nog niet versierd. Dus nu heb ik alleen maar een vaas met takken op tafel staan. En ik hou me toch een beetje aan mijn deal met mezelf. 12 uur. En ik ga lekker mijn bedje in. Dus ik wil de vlog afsluiten. Want anders ga ik weer veel te lang praten. En dan ga ik nog niet op tijd naar bed. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op die knop hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!